Ons leven staat door het coronavirus op zijn kop. Een crisis als deze hebben we nog nooit meegemaakt. De beelden uit Noord-Italië, uit Spanje, maar ook uit ons eigen land gaan door merg en been. Laten we hopen dat de medici en de overheid dit virus snel onder controle krijgen. Net als het leven buiten komt ook onze economie tot stilstand. Economische krimp is onvermijdelijk. En dat gaat pijn doen voor ons allemaal. Bij de Nederlandse Bank proberen we dat zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dat doen we samen met de overheid, met onze Europese partners en met de financiële sector. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de banken geld kunnen blijven lenen aan bedrijven die het moeilijk hebben. Met z'n allen proberen we de schade die hieruit voortvloeit zo kort mogelijk te laten duren. Te voorkomen dat er permanente schade optreedt. Dat we deze periode zo snel mogelijk kunnen overbruggen. Dat zodra dit allemaal weer voorbij is, dat onze economie weer snel het groeipad kan hernemen.